Het is zondag en we lopen in Blokzijl. We varen net een bordje weg. We staan hier eventjes op de parkeerplaats. En we zeiden, nou, vorige keer zijn we naar Hulpen geweest en zo, hè, vorige week geloof ik. We gaan dit keer Discans even bekijken. Dus de andere kant van de snelweg. Even kijken, hier staan we. En dan kunnen we als goed is zo hier doorlopen en dan even kijken wat we allemaal tegenkomen hier. Dit is ook al een haven waar we eerder hebben gelegen, met het eerste schip waar we hadden. Nou, Albatros heette dat. Kijk eens, daar word je verwelkomd door die mevrouw die daar bij de sluis staat. De kook, de havenkook heet dit. Ik zie ineens dit kanon. Moet eens kijken, wat een mooi ding. Maar, daarachter, zie je, een houseboot. Lamar, zie je dat? Ze hebben deze gekocht als havenkantoor. Dus er wordt niet meer gevaren. Hij ligt hier gewoon vast als ja, voor de havenmeester. Voor de wind staat. Zo lijkt het net een hele dikke buik. Dan staat de tekst in. Er is genoeg voor ieders behoefte. Maar niet voor ieders hebzucht. ...1666 is dit gebouwd. Tenminste, er staat erop. Ik heb nooit gewend dat dit zo'n mooi plaatsje is, joh. Je rijdt hier altijd langsheen, hè? En je gaat nooit echt Blokzijl even in. En we zijn natuurlijk een keer geweest met de boot, maar... ik kan me dit allemaal niet herinneren. De kerk. En een museum. Het Gilderhuis. Geregistreerd museum. Blokzijl en het water. Als je dit zo ziet, dan is het net alsof loop je in Amsterdam of zo. Die mooie gevels. Prachtig om te zien. Ik heb geen spijt dat we hierheen zijn gegaan. We zeiden nou gisteren, wat gaan we doen? Waar beginnen we onze weekvlog mee? We zijn Blokzijl. Laten we daar maar eens kijken. En het is heel stom. Als je niks verwacht, dan is het nog het mooist. De sluis gaat open. Er ligt één schip binnenin, die komt er zo uitvaren. En misschien is het hartstikke vroeg, maar er ligt nou weer 1, 2, 3. Sowieso 3 liggen er al klaar om erin te varen. Misschien gaan die andere 2 ook nog wel. Ja, misschien gaan ze allemaal wel. Gelijk al druk hier, hè, 's ochtends vroeg. 6 minuten klaar om erin te gaan. Ja. Maar dit is ook wel een mooi leuk bootje. Ja, dit is ook een leuk bootje, zeg je. Kun je ook wel op wonen, hè? Ja. We gaan verder naar het volgende plekje. Hè? Ja. Blokzijl is echt een aanrader. Als je hier in de buurt bent, ga even kijken. Het is echt een mooi plekje dit. Mooie haven, maar ook een mooi stadje. Ja. En moeten we eens even kijken waar we heen gaan. Hè? We hebben nog niet echt een plan richting het oosten. Zodat we eindigen tussen Drachten en Leeuwarden. Maar we moeten morgen in Leeuwarden aan het werk. Dus we weten nog niet precies waar we langs gaan. Maar dat zien we zo wel. We staan even op de parkeerplaats. In Vollenhoven. Dat is de volgende stop. Kijk eens. Ook weer een mooie jachthaven. Kun je ook langs de kant liggen. En in deze jachthaven, en dan lag hij volgens mij aan die kant, daar zo. Daar lag dat schip waar ik het in de vorige week vlog over had. De Cecile, hè, die 3 masten. Of was het nou een 2 masten? Ik weet niet eens meer. Maar het was een schoenen, dat weet ik wel. Die lag daar. Mooie plek. We gaan zo even kijken. Naar Vollenhoven centrum, als ik dat zo mag zeggen. En gelijk, als we Vollenhoven inlopen, viel me gelijk al iets op. Moet eens kijken, zo mooi gevel dat is. En dan zetten ze dat witte pand er tegenaan. Gek, hè? 16. Ja, wat is het? Het lijkt net of er een Z en een 1 staan, maar er zal wel een 2 moeten zijn. 1621 dus. Mooi pand. En deze is ook zo mooi. 1627 is deze gebouwd. Hier heb je ook weer dezelfde geveltjes wat we net in Blokzijl zagen. Maar ja, kan ook niet anders natuurlijk, hè. Dat is hier dichtbij. Wat was 10 minuutjes rijden, zoiets. Hè? Old Huis staat erop. Klopt natuurlijk ook wel, hè. 1881.
En hier staan we bij de oude haven van Vollenhoven. Ook wel mooi hier. En de nieuwe haven zit daar achter. Ook weer zo'n plaatsje wat eigenlijk mooier is dan dat wij verwachten. We waren er al eens eerder geweest. Maar ja, dat is toch weer een tijdje geleden, dus ik wist nog niet precies meer hoe het was. Mooie haven erbij. En waar we toen waren, dus als je hier wilt komen, zeg maar, er is hier een camperplaats bij. Waar wij staan is een parkeerplaats en net links daarvan zie je een camper staan. Daar is de camperplaats. En zo lopen we in één keer in Bijlen. Gea heeft weer wat moois gezien. Ja, dat is een middagkleedje. Smiddagkleedje ook, ik dacht die stoel. Ja, dat is ook wel een mooie stoel, zie je dat? Ja, maar voor mij zit dat voor geen meter. Voor in een houseboot, hè? We zijn dan een beetje aan het kijken voor dingetjes, hè, wat we dan leuk vinden om straks in een houseboot te doen. Ja, hoe komt het zo in Bijlen terecht? Ja, ik weet het ook niet. We zijn aan het oosten gereden. In één keer stond Bijlen op een bordje. Gea zegt, zijn we wel eens in Bijlen geweest? Ja, wel eens langs heen gereden. Maar gewoon echt in het centrum van Bijlen? Nee, zijn we eigenlijk nog nooit geweest. Dus we zeiden, en dan gaan we dat eens even bekijken nou. Ik hoop niet dat ik mensen beledig hier uit Bijlen. Maar ja, het is niet veel zoeks. De kerk, dat is een redelijk leuke kerk, hè? Tenminste, ja, maar niet echt heel bijzonder. Maar het centrum, ja, je verwacht dan ook nog wel wat oudere panden en zo, maar zie je niks meer van. Alles gerenoveerd, gerestaureerd, weet ik hoe ik dat wil noemen, ja, ik denk meer gerenoveerd. Dus het oude is er een beetje af. Als ik wat over heb geslagen, als er toch iets moois is, zet het dan even onder de video, dan kunnen we de volgende keer als we hier in de buurt zijn even kijken. Rijden we langs het water. Maar daar zijn we net ook al langs gekomen. Hè? Ja. Er stond een bordje. Dit is kanaal Zuidzijde. En er stond ook een bordje. Kanaal Noordzijde. Is afgesloten. Zijn ze met de weg bezig of zo. Dus dan komen we niet verder. Maar dan moest je in één keer van Zuidzijde naar Noordzijde over een brug. Ja, en dan kwamen we op dat afgesloten gedeelte. Dus moet weer terug. Maar ja, het is geen straf, hè? Zo'n mooie omgeving hier. We zijn weer op weg. Nee, we zitten nu, hè, hebben we een paar weken geleden ook nog gereden hier, hè? Langs de turfroute. Druk te worden met bootjes, zie je dat? Ze komen vanaf de andere kant en vanaf deze kant, zeg maar. Het is toch wel redelijk druk bevaren. Hier is smal, hè? Zie je dat? Ja. Als je zeg maar 5 meter breed bent of zo en dan met 2 schepen langs elkaar heen moet, dan wordt het krap. We hebben weer een mooi plekje uitgekozen voor vannacht. Tussen Drachten en Leeuwarden. Moet je kijken wat een mooi uitzicht. En ik weet, die parkeerplaatsen, het is niet altijd alles. Hè? Je hoort de snelweg en zo wel. Maar je bent er heel snel aan, tenminste wij wel. We hebben een mooi plekje. Morgen 20 minuutjes rijden, geloof ik. Naar Leeuwarden. En dat is toch wel ideaal. Het is vandaag dinsdag. Gisteren zijn we aan het werk geweest in een blikfabriek in Leeuwarden. Eigendom van een Chinees, volgens mij, of een Chinees bedrijf. We gaan daar heel streng, dan mocht ik niet gefilmd worden of wat dan ook. Dus ik kon niks laten zien. Maar daar hebben we gaten geboord in de betonvloer. Die was trouwens op sommige plaatsen 60 centimeter dik. Dus dan moeten we woensdag weer in. Dat hebben we niet klaargedenkt. En vandaag hebben we eerst nog een ander adres. En van daaruit gaan we naar Makkum. Naar een kijker van ons YouTube kanaal. En dan gaan we even een paar gaten boren. Of nee, volgens mij is het maar 1 gaat. Ja, dus misschien dat ik dat nog kan laten zien zo. Nou, ons eerste adres. Moet je eens kijken, hè? Wat een uitzicht. Ja. Zie eens. Prachtig. We zijn daar aan het werk. Onder het huis. Aan de waterkant. Een onmogelijke plek. Maar goed. Het gaat wel goed komen.
En ja, ze staan hier gewoon het IJsselmeer, volgens mij is dit, hè? Ja, IJsselmeer. Ja, want daar heb je de afsluitdijk, dat donkere daar. Oh ja, afsluitdijk, ja, je ziet auto's rijden. Daar zie je nog weer meer windmolens die geplaatst worden. Nou, heb je weer een mooi uitzicht? Ja. Kan niet beter, hè? Nee. Het is vandaag woensdag. Gisteren hebben we als laatste adres nog eventjes een gat geboord bij Wietse Pals. Die kennen jullie denk ik wel, die reageert regelmatig onder de video's. Daar in Makkum hebben we even een gat geboord van door de buitenmuur naar de keuken voor de airconditioning. En dan blaast hij mooi via de keuken, zeg maar, de kamer in. Houdt hij de boel lekker koel. Cool. Ik hoop dat je er een hoop plezier van hebt, Wietse. En vandaag hebben we drie adressen. Twee adressen hier in Friesland, of drie, alle drie eigenlijk in Friesland. Maar de tweede, dat zijn klussen zaagwerk voor raam of deurkozijn. En dan gaan we weer als derde adres naar de blikfabriek. Hopelijk krijgen we dat een beetje op tijd klaar dat we nog even naar de houseboot verder kunnen. Maar ik betwijfel het, want ik denk dat het een volle dag wordt zo. Het is donderdagochtend. We staan op een jachthaven. Ja, er zit ook volgens mij een soort gedeelte camping erbij. Je ziet het wel aan de masten van de zeilbootjes. En een jaar of wat geleden heeft onze zoon een gaten geboord. Hier zo in de wand. Vier stuks. Daar, dat is dan een stang doorheen. En dan kunnen ze dit, deze garage unit kunnen ze nou oppakken. Oké, okay, hier ligt nog een boorprop. Zie je dat? En nou is er nog een garage unit die opgepakt moet worden. En daar boor ik nou even de gaten in. Dat is deze. Kijk, de betonvloer. Die zit ook vast aan de hele unit. Dus kun je hem zo oppakken. Ik heb alvast kruisjes gezet waar ik de ankertjes kan boren. Om statief vast te zetten. En dan kunnen we los. Kun je beginnen te boren. Ik weet niet of het goed te zien is op camera, maar daar zie je een bewapening. Hier links, daar. Een dikke stang. Waar ik doorheen heb geboord. En wat er dan gebeurt. Als je, ik heb hem nou uit de boor. Dat was een hele klus. Maar wat er dan gebeurt is dat dus dit hier. Dit is een gedeelte wat er dus los is geboord van de bewapening. Die komt dan los. En die, ja, die gaat dus waar een beetje zo scheef zitten zo. Tussen het beton en de boor. Dus binnen, hier binnenin zit hij aan klem. Dan krijg je hem de haas niet uit. Dat is een hele klus om dat dan voor elkaar te krijgen. Dus dat staat even een beetje tegen. Maar goed. Nou, de laatste twee gaten nog even. En dat was de laatste. Dus nu zitten ze er alle vier in. Even de boel opbrengen in de auto. En dan gaan we naar de werkplaats. Gaan we nog even die platen nog halen. Die brengen we even naar de hoofdspoort. Zo, de platen liggen hier. En ja, de kano hebben we ook weer mee. Die komt er straks onderin te liggen. Want die hebben we namelijk te kop gezet. Ja, we hebben nog niet één keer gevaren ermee. Hè? Ja. En Geer vindt het niet zo heel prettig om ermee te varen. Dus ja, als ik dat dan doe op die parkeerplaats waar we staan, dan kan het eigenlijk tot nu toe, wat we hebben gezien, alleen maar daarbij lemmen. Ja. En als we dat dan doen, dan zit Geer alleen in de auto. Ja, dat is eigenlijk ook niks. Dus we hebben het kop gezet op marktplaats. En er zijn al heel wat telefoontjes of berichtjes binnengekomen van mensen die hem willen kopen. En nou is een hele serieuze. Die wou foto's zien en van de peddels en alles. En die... misschien komt die straks of... Hè, dan moeten we ergens afspreken natuurlijk.
Maar we vragen gewoon 250 euro voor dat ding. Dat heeft hij ook nieuw gekost. En dat vinden mensen dan heel raar. Ik zeg, maar er zit normaal geen pomp bij en ook geen pedals. Daar komt er daar overheen. En ik weet niet meer zeker wat het kostte, maar volgens mij was dat iets van 80 euro samen of zo. Of misschien nog wel meer. Misschien nog meer, ik weet het niet. En ja, dan denk ik, dat is 250 euro toch niet zo raar. En anders maar niet, nou hou ik hem gewoon. Maar de bedoeling is dat we in de toekomst niet met een met de kano gaan varen, of een kajak. Komt de trein langs. Maar dat we een rubberboot gaan kopen. Hè? En dan gaan we daar met een vlijfstoelmotor dat je draagt, zo'n elektromotor. En dan gaan we daarmee varen. Hè? Vooral nou, zoals nu ook al, hè, kunnen we dat ook doen. Maar ook, hè, dan kunnen we samen. Bij Geel vindt dat toch wat prettiger dan dit ding. Dit is een beetje smal. Maar dan, ja, vooral straks als de hoofdboot klaar is natuurlijk. Hè? Het is vrijdagochtend. Je hoort de volgende zo weer fluiten. We gaan zo naar Dedems varen. We zijn vlakbij. We staan op een parkeerplaats. Bij. Maar voor mij was het ten zuiden van Steenwijk. En we hebben buren. Moet je even kijken. Er is een, ja, een isolatiebedrijf. Hè, die isoleert woningen, geloof ik. En daarvoor staat op A-rek. Kon ik het niet goed zien, maar dat lijkt alsof dat een kentekenplaat is. Met een D. Hè? Dat is Duits. En toen zag ik hier een raampje. Dus daar is ook iemand, of misschien meerdere personen die daar aan het slapen zijn. Nou. Maar er staat een EU, dus niet .nl, maar EU. Dat is wel een Nederlands kenteken. Maar waarschijnlijk zijn dat, ja, is dat een Duitse tak van dat bedrijf die dan hier in Nederland werkzaam is. En die gaan dus ook van klus naar klus. Nou, wij gaan zo aan het werk. Dus we gaan weer eens door die kant op. Dan moeten we volgens mij 8 boringen zetten voor bodemonderzoek. En dan hebben we weer weekend. We staan dit keer vlakbij Markelo. Het is zaterdagochtend trouwens. Daarachter zie je de mast, de zendmast van Markelo. We zijn gisteren nog even bij de leverancier geweest in Zutphen. Diamantleverancier. Nog even een paar boren opgehaald en zaagbladen. Ja, dat kun je ook opsturen. Maar dan wordt het gestuurd of naar onze zoon. Of naar de camping waar we toen nog wel eens stonden. Of we een tijdje hebben gestaan, hè, daar in Ouderschoot. En ja, die twee adressen staan nog bij hun in het systeem. Dus ik zeg maar, we moesten eigenlijk nu hebben. Dus zijn we er even heen gereden. Gisteren hebben we dus gade geboord. Het zijn allemaal kraaien hier. Hè. Gisteren hebben we gade geboord voor bodemonderzoek in Dedemsvaart bij een houthandel. En toen dacht ik, dan haal ik daar gelijk even balkjes voor de hoofdboot, hè, voor de opbouw, voor de woning, het bovenste gedeelte, zeg maar. Maar dan had ik iets van 15 of zo, of 13 balkjes bekeken. En dan was er eentje bij die recht was. Ik denk, ja, om die hele stapel nou uit elkaar te halen, dat is ook weer zoiets. Maar het was wel voordelig. En toen dacht ik, dan doe ik het anders. We gaan eens even kijken, wij hebben namelijk een pasje van een bouwmaat. En dan gaan we daar eens even kijken, maar die zijn namelijk vrij voordelig. En we kijken of daar rechte balkjes tussen zitten, dus daar gaan we straks even in. Alleen dan komen we nooit een pasje weer vinden. Pasjepleiters. We waren er volgens mij ook al ruim 10 jaar niet meer geweest. En heb ik even gebeld gisteren, toen zeiden ze, nou dan geven we het even door. Ik had daar alle gegevens doorgegeven. Geven we het even door naar Apeldoorn. Dus bouwmaat Apeldoorn, daar staan we dichtbij. En dan gaan we straks even kijken naar dan kunnen we daar de aankomst doen. We kunnen alleen maar met een pasje. Maar ja, op deze manier kunnen we dus ook. En dan krijgen we binnen een week het pasje opgestuurd als het goed is. Ik hoop dat ze het wel naar het goede adres sturen. Nou ja, anders bel ik er even maar achteraan. Vriendelijke mensen trouwens. Van het hoofdkantoor van Bouwmaat. Bouwmaat is trouwens. Dat was wel leuk. Die kwam toen bij ons. En dat is net als de Gamma, zeiden ze. De Gamma is ook gestart als bouwmarkt voor bedrijven. En na tijd zijn ze ook aan particulieren gaan verkopen. Alleen de bouwmaat die doet dat niet. Dus daar kun je alleen maar heen als je een bedrijf hebt. En daar in Leeuwarden. Jongen, wat lawaai die kraaien, hè? Daar in Leeuwarden heb je een hele grote tafel. Met een glasplaat. En die wordt dan af en toe opgebeurd. Dan kun je even je visitekaartje eronder leggen. Dat is wel mooi. Mooi idee. Dat is een koffietafel.
En dan 's ochtends om 8 uur gaan ze open en dan heb je heel veel klussenbedrijven, kleine aannemersbedrijven en zo, installatiebedrijven, die daar dan even een bakje koffie drinken. En dan kun je een beetje, ja, kennis niet, maar dat je elkaar leert kennen. Hè? Dat je dus als je daar koffie drinkt, dat dan, nou ja, dat ze weten wie je bent en dat ze je misschien gaan bellen, hè, voor opdracht. Dat is wel leuk. Dus we gaan zo even kijken of ze daar rechte balkjes hebben. Ja, we lopen in sneeuw, je ziet er goed. We zijn net even, kijk, ja, ze zoeken weer een bootje uit. Hè? Altijd die grote, dure boot. Dan heb je de waterpoort. We zijn vanmorgen bij de bouwmarkt geweest, waar ik al zei. Nou, en daar hadden ze heel mooi hout. Er zaten ook wat balken bij, die waren wel wat krom. Maar de meeste waren echt super. Hebben we gelijk naar de werkplaats gebracht. Maar we waren een beetje te zwaar. Dat weegt nogal wat, zo, die balken. En toen zei Gea, laten we maar naar de werkplaats gaan. Dan gooien we ze er gelijk uit. Want anders rijdt het hele weekend met die balken. En dan komen we maandagmiddag pas weer bij de werkplaats. Dus vandaag. Dan liggen ze daar mooi. Kijk eens. Mooi plekje hier. Sneek. Gea zegt, Sneek, dat is al een tijdje geleden dat ik er ben geweest. Dus laten we Sneek maar eens even weer gaan bekijken. Blijft een mooi gebouw, hè, die waterpoort. Kijk nou eens. Hebben ze de fontein eruit gehaald. Hier stond een hele mooie fontein. Ja, hij zal wel weer terugkomen, denk ik. Kijk daar nog weer. Mooie gevel. Dit is niet zeg maar de winkelstraat, maar net ernaast. Het was mooi om hier gelopen te hebben. Ja. Voor het eerst met zijn bijtjes gewoon even uitgebreid. Hè? Ja. Nog even een broek gehaald. Een beetje een hele dunne stof, zeg maar. Waar het weer heel warm wordt. En dan gaan we morgen, we gaan nou een plekje zoeken voor de nacht. En dan gaan we morgen naar Joden. Ja. Gaan we Joden even bekijken. En dat zie je dan in de volgende weekvlog.